We staan hier op het Waagplein en heel graag zou jij het bevrijdingsmonument hier weer terug willen hebben. Kun je ons vertellen waarom jij vindt dat het hier weer terug hoort? Nou ja, het Waagplein is een ontzettend historische plek bij de bevrijding van Almelo geweest. Hier achter ons in het Waaggebouw waren Duitsers verschanst. En hier zijn hele felle gevechten geweest, dus een centrale plek in de stad bovendien. En wij denken dat het hier heel goed past, omdat we dan en die centrale plek hebben voor ons bevrijdingsmonument. En dat ook eer doet aan onze bevrijders. En dat het bovendien ook ingepast kan worden, ook met het oog op de markt. Activiteiten die in de stad plaatsvinden. En dan hebben we gelijk een centrale ligging. Ja, want waar denk je die plek te kunnen creëren, waar die moet komen? Nou ja, waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Hè. Er zijn ook bezwaren van de markt geweest. Hè, dat de markt natuurlijk gewoon door moet kunnen gaan. De marktkramen staan rechts en links. Hier in deze zichtlijn van het Ledenboerpand naar de galerij. En dat gaat natuurlijk niet om een paar meter. Daar kun je natuurlijk intekenen. Nou ja, hier heeft het monument vroeger gestaan in het verlengde van het Ledenboerpand en wat hier zat het kantongerecht. En hier zou die weer teruggeplaatst kunnen worden en het zou ook een paar meter verderop kunnen staan aan deze kant. Dus in deze zichtlijn zou die prima kunnen komen te staan. En deze plek op de Kopse kant bij het Marktplein, is dat ook een mogelijkheid? Ja, dat is ook een hele goede plek, want dan hebben we nog steeds het Waagplein natuurlijk. De Kopse kant, hè, hier hebben we de nadelige trappen, zeg maar even, maar daar kun je mooi omheen bouwen, zeg maar. Hier staat niemand, hier maakt niemand gebruik van, ook van de markt niet. Dus alle argumenten van de markt is ook geen thema meer dan. En hier kwamen, vergeet niet, de bevrijders letterlijk hier naar binnen. De Duitsers zaten achter ons verschanst in het Waaggebouw. En dat is een mooie centrale plek in de stad, waar het ook iedereen kent. En dan staat het monument niemand in de weg. En dan kunnen we het ook op tijd realiseren voor, let op, de bevrijding van volgend jaar. Want dat is belangrijk. Voor de bevrijding van volgend jaar willen we het graag opgelost hebben. Juist, en dan kan het monument eindelijk een definitieve plek krijgen. Dan kan het monument eindelijk een definitieve plek hebben. En dan hoeven we er niet meer eindeloos mee te zeulen. En dan doen we respect, tronen we dan voor onze bevrijding. Ja, want zijn er nog andere opties in jullie optiek? De eerste optie, Waagplein, lukt dat niet. Dan zou eventueel de nieuw te ontwikkelen locatie van huidige bushalte zou dan ook een hele mooie locatie zijn, omdat dat hier net om de hoek is.